dagen waar lekker naar Bandabouw. Dus ik ga even wat handdoeken halen. En dan gaan we voor een uurtje rijden. Dit is onze prachtige villa park. Het is heerlijk hier. Goedemorgen. We zijn onderweg naar Grote Knip. We gaan heerlijk zwemmen met het gezin. Het is een super lange weg. We zijn bijna. We waren eigenlijk om 9 uur afgesproken. Het is nu net 11 uur. Zo gaat het altijd. We zijn super laat. Maar het ziet er wel echt lekker uit. Dus we hopen minimaal een paar uurtjes daar te gaan kunnen liggen. Een grote knip houden. En dit is onze view. Super mooi. Gewoon bergen, alles. We gaan dus nu, we rijden met 3 auto's die kant op. En ik ben dus gewoon echt benieuwd hoe het nu is na heel lang. Want volgens mij 2 jaar geleden zijn we ook niet echt gaan zwemmen bij Bandabouw. Want zo noemen ze het, het einde van het eiland zeg maar een beetje. En je hebt verschillende stranden daar, lokale stranden meer. Sommige zijn wel betaald. Waar wij nu gaan is volgens mij wel gratis, grote knip. Daar gaat iedereen volgens mij ook wel vaak naartoe. Het is een Moskou plekje als je hier bent. Of strandje dan. En daar gaan we dus nu naartoe. En het is echt lang geleden dat ik daar ben geweest. Maar je gaat dus zometeen heel veel natuur zien. En dat is waar ik het een beetje voor doe. Gewoon voor de view. Kijk maar hoe mooi. Super mooi. En zometeen komen we recht in de stranden en dan ga je ook allemaal overal stranden zien. Alleen maar water en mooi blauw-groenig water. En daar doen we het voor. We zijn dus nu een beetje bij Grote Berg aangekomen. En het is ook een plekje waar veel Nederlanders wonen volgens mij. Is dus Bandabouw. Heel veel nieuwe huizen. En grote huizen ook. Hier heb je ook weer zo'n mooie park met alleen maar leuke huisjes. En nu gaan wij dus ons ritje maken naar Grote Knip. En het is in Bandabouw. Alleen maar hoe heet het? Van die locals dingetjes ga je gewoon zo meteen allemaal zien. De meeste mensen gaan niet zo ver. Of ja, tenminste. Iedereen gaat wel één keer, als je op vakantie bent, moet je wel één keer, minimaal één keer naar de Grote Knip gaan. Dat is gewoon een plekje waar je echt naartoe moet gaan. En kijk hoe mooi de view gewoon is. Echt mooi. Alleen maar cactussen zie je ook aan de kant. Het is ook echt iets wat kapot snel hier groeit ofzo, cactus. De buurvrouw eet café, de buurvrouw volgens mij hebben ze ook gezegd dat ze daar ook lekker kan eten. Probeer zo. Ja, volgens mij heb ik dat als een spotje gezien. Ik ben hier geboren, maar echt al 2 jaar geleden zijn we wel hier geweest, maar nooit met het hele gezin. Zeg maar met mijn moeder, vader, broers, allemaal en zus en zo. En dan zijn we nu voor het eerst, na 12 jaar geloof ik. En we wonen al volgens mij 21 jaar in Nederland. Dus zodoende. Ik denk dat we dus nu een stop hebben gemaakt om dingen te gaan kopen bij zo'n toko. En dat ga ik zeker gebruik van maken, want we hebben nog niet ontbeten. Dus ik zie jullie dadelijk. We zijn dus net uitgestapt. We hebben bij de Chinees allemaal dingetjes gehaald. Drinken, kroketjes, pastetjes, van alles en nog wat. Oh kijk, daar moest ik naar binnen, gewoon bij een toko. Oh nee, je kan daar ook niet eens echt naar binnen, je moet ook daar gewoon bestellen. Echt een gekheid, maar goed. We hebben allemaal dingetjes gehaald. IJs, drinken, want die kinderen gaan echt heel veel dorst hebben. Want het is natuurlijk zoutwater waar we in gaan zwemmen, dus dan ga je echt heel snel dorst krijgen. Dus dat hebben we net eventjes gehaald. Chipjes voor onderweg.
alles en nog wat. En dan moeten we dus nog ongeveer, ik geloof, een kwartiertje vanaf hier of zo om te gaan zwemmen. En ja, dat gaan we dus nu even doen. De grote knip gaan we. Het is wel een beetje een drukke weg. Het is maar één weg richting Bandabo. Dus als die druk is, is het gewoon druk. En het is vandaag zondag. Heel veel mensen, bijna alles is gesloten. Dus mensen kiezen er altijd voor om zondag naar het strand te gaan. En de lokale mensen kiezen dus er sowieso voor om dan naar zo'n gratis strand te gaan. En dat is dus in dit geval knip. Of een grote knip, kleine knip. Die boy heb je nog daar. Nog een paar strandjes, Porto Marie. Een paar strandjes zitten aan die kant dus. En dat zijn allemaal ja, een beetje local strandjes. Dus dan is het altijd wel die kant op een beetje drukker dan normaal. Dus ik neem jullie mee. En het is die kant op. We zijn dus nu aan het rijden. Richting grote knip. Niet zoveel te zien nog. Maar zometeen gaan we zo gaan heel goed op en dat soort dingen. En dan ga je echt hele mooie stranden zien en zo. Echt super leuk. Kijk. En dus die kant op. Aan die kant heb je dus Konoko Resort. Daar willen we, als het toelaat, volgende week ergens voordat we weggaan ook naartoe gaan. Want de tijd dringt gewoon. Het gaat gewoon echt super snel als je op vakantie bent. Ik snap het gewoon echt niet. Je moet gewoon de maxima halen uit elke dag of zo. En ik had gezegd, het wordt een rustvakantie. Maar tot nu toe hebben we elke dag wel wat gedaan. En de ene keer intensiever dan de ander. Iedereen wil je ook zien omdat je gewoon op vakantie bent en je hebt gewoon veel familieleden. Maar gisteravond zijn we dus een bonkoening gaan spelen. Dat is een, ja, een spelletje, een gokspelletje eigenlijk. Is het gewoon gelukspelletje, ja. Hoe je het noemen mag. En daar kwam ik allemaal tantes en ooms tegen van mijn vaderskant. Of bijna allemaal op eentje na. Dus dat is wel gezellig, want dan zie je gewoon iedereen één keer. Maar sommige plekken, dan heeft mijn moeder weer bijvoorbeeld een vriendin die ons met z'n allen wil zien. Dus dan gaan we vanavond eventjes naartoe. Maar het is gewoon, je hebt geen tijd voor familie eigenlijk, zo'n kleine vakantie. Of je moet gewoon kiezen om echt lang op vakantie te komen, iets van 3-4 weken. 2 weken is net te kort om echt familiedingetjes te gaan doen en dergelijke. En vakantie op Curaçao is best wel prijzig. En dat ben ik dus nu pas echt achtergekomen. Dus ja. We nemen jullie dus nog steeds mee naar grote knip. We zijn dus nu aangekomen in Terra Cora. Het bordje van Terra Cora. Terra Cora. Je hebt ook hier een boutique. Een boutique is een apotheek. Maar de apotheek hier op Curaçao, het is, lijkt meer een drogisterij dan een apotheek. Dus je kan van alles en nog wat ook kopen in een boutique. Hier heb je ook weer een soort van tokootje. Ze noemen het supermarkt, maar het is gewoon een tokootje. En zo rijden we verder. Richting Lagoon en Westpunt. Nog in de auto richting grote knip. We gaan zwemmen met het hele gezin. Zoals ik net al zei, we rijden dus nu langs een boutique. Het hele gebouw daar, het mooie gebouw, dat is dus een boutique. Een boutique is eigenlijk een apotheek. Maar hier op Curaçao is het net een drogisterij. Kijk, er staat ook pharmacy. Maar in een apotheek hier kan je bijna alles kopen. Zelf haarspullen. Net een kruid, wat achtig ding is het. Maar je kan ook dingen dus op recept halen. Dus dan, daarom is het ook een boutique. Kijk, hier heb je dan weer een tokootje weer. Ja, je hebt ook supermarkten hier. Maar aan deze kant dus alleen maar heel veel tokootjes.
We zijn dus de supermarkt waar we al voorbij gereden. Dus je hebt alleen maar kleine togootjes in de buurt. En als je goed kijkt, zie je gewoon daar tussen de huizen gewoon aan het strand. Dat is dus de kust al. Waar de molen zijn, daar voor, daarachter is weer de strand. Super mooi gewoon. Ik weet niet of we zometeen nog een spotje krijgen om eventjes goed te kijken naar het strand. Jeetje. Ik weet niet of we het echt kunnen zien. Ja, kijk, zo mooi. Kijken hoor. We zijn dus gewoon nog aan het rijden. En ik kan gewoon alleen maar bos en deels. Er is nog genoeg grond om nog dingen te kopen, te bouwen. Weet ik wat je allemaal wil doen. Ik zou alleen niet aan deze kant willen kopen, maar goed. Het kan. Is nog wel, volgens mij heb je nog genoeg plek om dingen te bouwen aan deze kant, maar ik weet niet. Ik zou meer bij de locals willen zitten, meer, niet dat je hier geen locals hebt, maar ik wil gewoon een beetje centraal zitten ofzo, toch? Ik zou hier nog moeten bouwen, die Coral Estate. Ik vind het ook hier maakt, een maakt echt niks uit waar hij zit als je maar een huisje op je zaai. En daar doe ik het niet voor. Nee. Ik wil wel ergens zo'n huisje hebben waar ik gewoon goed zit. We gaan dus knip. Nog 90 kilometer om te rijden. We gaan dus nu hier met de bocht mee. En dan gaan wij dus richting grote knip. Jongens en meisjes, dames en heren. Kijk. Ik zou niet weten wat er in die ding daarboven is. Misschien Free Willy, maar geen idee. Echt geen idee. Maar deze weg, zoals jullie zien, is totaal niet verlicht. Dus hier wil je niet in de avond nog rijden. Dus daarom gaat iedereen best wel vroeg richting Bandenbouw. En je gaat dus niet tot bam maken, want rond een uur of 6, 7 zo begint het al donker te worden. En dan heb je hier gewoon geen licht. En deze wegen zijn gewoon gevaarlijk. Je kan bijna niet echt niks voor je zien. En wanneer het donker is, al helemaal niet. Kijk, we zien dus na 1 kilometer zien we dus hier een lantaarnpaal. En de vraag is of die lantaarnpaal het s'avonds wel echt doet. Nog 70 kilometer voor knip. Het is wel super mooi hoor. Kijk, hier heb je wel een paar lantaarnpalen. Maar ik weet echt niet of ze het doen. Want heel vaak gebeuren de meeste ongelukken ook echt gewoon richting Bandenbouw. En het is dus nu richting de weg waar wij nu naartoe gaan. En vooral in de avond. Als mensen dronken zijn of te veel hebben gegeten of gedronken en weet ik veel wat allemaal. Dat is sowieso heel slecht belicht hier. Dus hier heb je ook een mooi resort. Villa Park Fontein. En geloof het of niet, er zijn genoeg mensen die aan deze kant wel een resort willen nemen hoor. Ondanks dat er maar één weg is, ondanks dat het slecht verlicht is. Ondanks alles, genoeg mensen die aan deze kant nog willen kopen of een resort nemen. Echt genoeg. Neem jullie weer mee met de view. Langs de weg soms ook gewoon van die mensen, de locals, die dan kokos verkopen, shakes verkopen en dat soort dingetjes.
sommige van die katten, ze kan je gewoon eten. En dan noemen ze ook kalushi. En dat is ook een local food. En dan moet je lekker met funchi eten en dergelijke. Ik persoonlijk lust dat niet. Maar ik ben sowieso een moeilijke eter. Dus lekkere dingetjes kan je wel altijd wel hier proberen. Hier hebben we het eerste strand, dat is Casabau Beach. Daarachter heb je dus een mooie strand. Casabau zijn we wel eens geweest hoor, met je ouders. Maar we gaan dus nog meer naar achter, richting Knip. Dus aangekomen bij het strand. En zoals jullie kunnen zien, daar is het strand. Super mooi. Dit paardje om het strand zo op te kunnen lopen. En het water roept me gewoon. Feliciano, wil je alsjeblieft even wachten? Feliciano, wil je alsjeblieft even wachten? Jullie sowieso mee naartoe. We hebben handdoeken van het hotel mee. En we gaan gewoon heerlijk een duikje nemen, man. Ik kan niet wachten. Alle crewmembers zijn gewoon een beetje vertraagd. Zoals gewoonlijk. Iedereen is aanwezig. Ze zijn allemaal even bezig. We gaan naar richting het strand. We gaan lopen naar het strand. Man. We gaan hoor. We hebben etentjes allemaal meegenomen natuurlijk. Dus dat betekent sowieso minimaal 2 tot 3 uurtjes hier op het strand gaan liggen. En daar hebben we gewoon zin in. Het is mooi geasfalteerd. Je kan gewoon lekker met je auto. Helemaal bijna tot het strand komen. Nou, een hele leuke buggy inderdaad, Feliciano. Wat ik dus net al aangaf, elke strand heeft zijn eigen voorwaarden en wat je allemaal moet doen en dergelijke. En dat is het hier. Staat er natuurlijk op grote Knip met alle voorwaarden en dergelijke erop. Je mag dus hier niet barbecuen. Geen harde muziek gebruiken, je mag ook niet vissen. En je moet nu met COVID 2 meter afstand houden. Kijk, hoe mooi. We gaan dus nu met een trappetje naar beneden. En ik heb echt straks hele mooie vogels schieten. Yes mensen, we zijn lekker bij grote Knip. Super spang. Super spang, ik wil jullie allemaal hebben. Kijk, crew is helemaal ready. En straks gaan we jetski varen. We gaan jetski blazen. Dat zie je aan die kant. Wij zijn hierna aan de beurt. Dan kunnen we die jetskis rijden. Gezelligheid hier op Curaçao. Zo, jetski staan ready steady. Wij zijn nu als goed is aan de beurt. Iedereen staat ready om te rijden. Ga je zo, Jackie? Nee, man. Wou net? Alles voor de foto, stap. Alles voor de foto. Nee, ik ga een foto van ons maken, hè? Ja, een foto van jullie maken, ja. We gaan zo, hoor. Daar is je achter daar. Daar zijn we nu aan het eventjes jetskiën. Dus ja, kinderen mogen wel mee, maar ik doe het niet. Dus ja, ze worden daar erg gevaarlijk. Dus dat weten doe ik het niet, maar mijn moeder en mijn vader is helemaal daar. Kijk hoor, zie je kunnen zien. Kijk mijn vader en tante.
lekker jetski rijden. Lekker. Kijk, daar is mijn vader en daar is mijn tante die op de jetski is. Zie je hoe gaan? We zijn net klaar met zwemmen, mijn hoofd ziet er echt zwart uit, ik weet het. We hebben het super leuk gehad in kleine, nee, grote knip was dit. En we zijn ook jetski's gaan rijden. We gaan straks deze gegevens delen met de jetski filmpje erbij en alles erop en eraan. Het was echt een aanrader. Maar een beetje tegenslag daarmee, maar ze hebben het netjes weer opgelost. En we hebben echt genoten. Het is nu 4:00, kwart voor 5. En we zijn dus sinds 12:00 of zo hier. Dus we hebben best wel lang gezwommen en in de zon gelegen en alles erop en eraan. Maar het was echt een aanrader. Ik dacht steeds van nog een keer terug te komen. Dat is wel een beetje te veel van de goeie. Maar het was echt druk. Het was echt ook een meeting point of zo leek het. Iedereen die op vakantie was of mensen die je lang niet zien zag, waren gewoon daar. Wat ik al zei, van elke zondag is gewoon zwemdag meestal hier. Uitrustdag en dat soort dingen. Dus we hebben gelukkig toch nog jetski kunnen rijden. We zagen ze toevallig en we gingen gewoon vragen van, kunnen we bij jullie erop en zo. En het was echt een stormloopbaan eigenlijk, want iedereen wou erop. En het was wel echt eventjes leuk. We delen straks onze gegevens. Dushi Bandabouw heten ze via Facebook, Instagram en YouTube. Ze zijn trouwens ook volgers. Of vloggers. Dus je kan ze ook volgen. Het was echt super leuk. Dus als je hier nog bent, go check them out. En vooral een jetski bij ze uren. Want het was echt geweldig. En ik ben kapot. Jij? Ja, helemaal kapot. Helemaal kapot gesloopt, maar het was echt de moeite waard. Is tot nu toe de lekkerste strand waar ik in heb gezwommen? Ja, voor deze hele vakantie. We zijn naar Mambo geweest. Je betaalt voor Mambo, maar Mambo is nooit zo lekker.
Nee, het enige nadeel is, vergeet je zwemschoenen niet. Want het eerste stukje heb je heel veel steentjes, waardoor je niet makkelijk het zee in kan. Maar... Het is alleen beginstukjes. Het is een beginstuk inderdaad. En daarna kan je gewoon instaan. Vooral in het midden. Maar waar we op de jetski moesten, dat was wel echt aan de zijkant. En daar waren echt veel steentjes, waardoor je niet makkelijk erop kwam. Maar de reden waarom ze het daar doen, is omdat je... anders niet makkelijk... Het tussen de mensen door en dan moet je daar ook nog eens beginnen met rijden. Dus dat is ook niet te doen. Dus ze denken er ook heel goed over na. Ze geven je ook een goede uitleg daarvoor voordat je gaat beginnen met rijden. Varen. Of varen. Ik moet niet zeggen rijden, het is jetski varen. En het was echt hartstikke leuk, echt waar. Echt de moeite waard om dat ook te doen. En ik woon dus, ik heb hier gewoond en ik heb het nog nooit eerder gedaan en het was echt super leuk. Niet met een gekke brokpiloot gaan, want Isha die ging rijden en dat was echt niet goed. Na 10 minuten of zo waren ze er vanaf gevlogen en hebben ze die man zijn jetski even gemold. Dus daardoor moesten we heel lang weer wachten voordat we weer erop konden. En uiteindelijk was het wel echt leuk. Moet niet jokken, het was echt leuk. Die man heeft netjes opgelost. Isha wou er niet meer in. Dus hebben wij haar kwartiertje gepakt en hebben wij het met haar opgelost. En die man heeft verder voor ons opgelost dat wij dan een half uurtje langer konden. Onze jetski was gewoon goed, alleen we gingen dus terug om die man te halen voor die anderen te gaan redden. Dus het was wel eventjes echt leuk. Met z'n vieren, maar ja, je bent niet bij elkaar hoor. Je mag ook niet eens naast elkaar varen. Maar dat het gewoon een beetje gevaarlijk is, hè. Maar het was echt heel leuk, toch, hè? Ja, ja, leuk. Super leuk. Aanrader om bij hun te gaan nu. Hè? Ja. Want je kan ook naar andere stranden eventjes gaan. Maar hun geven ook echt aan van niet bijvoorbeeld bij Jentiel, want daar heb je veel te veel grote golven. En dan kan je. Dan is het niet leuk, dan val je er sneller vanaf en weet je wat allemaal. Dus geef het wel echt goed aan. Kijk eens een hele heuvel waar we op moeten rijden en weer vanaf moeten zo. Oh, wat haat ik zulke wegen, zeg. Maar alles was wel de moeite waard. Een verhaaltje op de desktop, goed gas geven. Ja, als je goed gas geeft, dan voel je echt de wind over je heen. De vader komt over je heen, maar het was echt leuk. Nou, we hebben straks een afspraakje bij je, een goede vriendin van mijn moeder. Waar we met z'n allen moeten gaan eten. Maar ik ben echt wel moe. Dus we gaan eventjes eerst douchen thuis. Even op adem komen, dan gaan we wat eten. En ik hoop gewoon rond een uur of 7 daar te zijn en weer weg te gaan. Zo mensen, we zijn thuis. We hebben gegeten. En we hebben gedoucht. En opnieuw aangekleed. En nu gaan we eventjes wat eten weer bij een mevrouw thuis. Dus daar gaan we straks naartoe. Kijk, iedereen is bezig met aankleden. Of is aangekleed. Kijk uit voor dat Shamarini niet valt. Kijk Bombo. Kijk voor jullie Shairo. Even wachten Sham. Wat ben je aan het doen? Zo. Nu gaan we weg. We gaan even kijken of de andere dames ook al ready steady zijn. Want ik ben met twee modellen op vakantie gekomen. Maar moet je mama mee? Kom maar, Shabamba. Wil je ook mee vliegen gelijk? Nee. Of niet? Ben je nog niet klaar? Kom. Kom maar. Dan gaan we bij de dames kijken. Hey. Oh, nu heb je nep aangezet. Is Jackie klaar? Ja, want Jackie ging rennen. Oh, Jackie. Deze topmodel is nog niet aangekleed. Klop, klop. Ben je aangekleed? Ja,
Kijk! We zijn nog niet klaar. Jij een goede kennis. Kijk, onze bartender voor vanavond. Bartender Channel. Whisky tasting. Isar. Awo. Dat is onze vlog van vandaag. Vonden jullie het leuk? Duimpje omhoog. En vergeet jullie niet te abonneren. En ik zie jullie morgen weer bij de volgende vlog.